kunstgras is zeker hip, maar het is vooral heel praktisch. Waarom? Omdat kunstgras het als grote voordeel heeft dat als je kinderen hebt en het heeft bijvoorbeeld geregend, flinke stortbui en het is toch zo mooi weer net als vandaag, dat je meteen na een regenbui het gras weer op kunt. Nou, en normaliter heb je, als je wat leemachtige grond hebt, dan is je gras nat en sompig en dan moet je je kinderen binnenhouden. Nou, dat vinden de kinderen weer niet fijn. Dus dat is een heel groot voordeel van kunstgras. Wat ook natuurlijk een groot voordeel is dat je weinig onderhoud hebt aan kunstgras. Je hoeft natuurlijk niet te maaien of geen water te geven. Het is gewoon altijd groen. Het is natuurlijk wel zo dat in kunstgras kan gewoon onkruid groeien. Omdat er zit zand in het kunstgras. Dus het is ingezand. En dan kan er ook een onkruidje ontstaan. Nou, dat kun je vergelijken met straatwerk. Dat is minimaal. Je moet het gewoon goed schoonhouden zoals je ook straatwerk schoonhoudt. En je gezond ook schoonhoudt. En dan heb je heel weinig last van de onkruid. Als je hierop valt, is het gelijk als je op een gewoon gras gezond zou vallen. Want onder kunstgras zit zand, geel zand. Hè? Dus onder gewoon gras zit zwarte grond. Onder kunstgras zit geel zand. Maar dat voelt even hard of zacht aan. Dus dat maakt geen verschil. Je kunt het met een bezem schoonvegen. Eventueel met een bladhark, maar geen stalen bladhark, maar dan een kunststof bladhark. Anders gaat je in de mat zitten. En dan kun je het eventueel uitzuigen. Dus met een grovere stofzuiger zou je dus het fijne stof, hè, er zit altijd wat zand in de lucht, wat op een gegeven moment in de mat gaat zitten, zou je licht kunnen uitzuigen. Het is wel zo dat kunstgras natuurlijk smelt als je een sigaret uitrapt of met vuur of barbecuet op kunstgras en er komen kooltjes op. Dat is natuurlijk niet goed voor het kunstgras, maar het is niet zo dat het brandt of iets dergelijks. Nee. Je hebt in feite twee soorten, één is voor in de tuin en één is voor het balkon. Maar van in de tuin heb je dan ook drie kleuren, de light, de medium en de dark. He, dus rode gras heeft twee soorten, dat heet de exclusive en die heb je dan in drie kleuren en de deluxe is voor op een balkon en die is speciaal ontwikkeld omdat er dan geen zand in hoeft.